Je moest die ertjes aan Paxton voeren, niet de keuken ermee verven. Ik ben de grote zus hier en Pax luistert niet naar mij. Maar jij moet ook naar Pax luisteren. Als je je in hem verplaatst, dan begrijp je hem beter. Maar hij is echt onmogelijk. Wow! Wow! Ah! Wow! Ah! Ah! Oh. Goedenavond, Polly. Mevrouw Mens. En mijn liefste Smitty is er ook. Oh, hallo mevrouw Mens. We hoorden u niet binnenkomen. Polly, je hoeft je geen zorgen te maken over Pax. Mevrouw Mens komt vanavond op jullie passen. Maar ik wil ook graag met jullie uit eten. Sorry liefje, we gaan met z'n tweeën. Fijn dat je dit wil doen, Emma. Ik doe het heel graag. Vooruit, jonge dame. Begin jij maar eerst aan je huiswerk en... Ben je er klaar voor, Polly? Ik kom eraan, hoor. Dat dacht ik niet. Maar van mama mocht ik Lila gaan helpen met haar nieuwe hondenuitlaatservice. Nou, dan lijkt het me niet meer dan normaal. Yes! Het lijkt me niet meer dan normaal dat deze service mijn kleine Smitty ook meeneemt. Als je klaar bent met je huiswerk als hij terugkomt, dan zal ik erover nadenken om je vrij af te geven. Maar mijn huiswerk hoeft pas over een paar dagen... Geen gemaar. Ik ben de babysitter, dus je luistert gewoon naar mij. Hop, naar je kamer. En je kan er beter niet uitkomen voordat ik het zeg. Ik zie je snel, Polly. Weet je zeker dat dit een goed idee is, Polly? We hebben geen andere keus. We moeten de babyvogel redden. Wowie. Dit is echt heel erg freaky. Leeuwen en tijgers en kabouters? Oh jee. Onvoorstelbaar. Zelfs haar poppen hebben een make-over nodig. Stel je voor dat ze jouw medaillon had. Dan waren die miniaturen gemaakt van echte mensen. Gaat niet gebeuren. Ze gaat mijn medaillon niet krijgen. En ze krijgt mijn vogel ook niet. Mijn vogel! Geen teken van de Grandes. Laten we gaan! We krijgen je daar wel vandaan. Maak je geen zorgen. Ik vind jou ook lief, maar we moeten opschieten. Ik heb de flamingo's, Gigi. Miniatuur lijkt wel heel erg op mijn nieuwe babyvogel. En die lijkt wel heel erg veel op... Gigi zal wel een Polly Pocket poppetje in haar collectie hebben. Lipgloss, zakdoekjes, telefoon. Focus je op je opdracht, Polly. Hey liefje, heb jij een kauwgompje? Ja, ik denk het wel. Oh, hoe moet ik die sleutels ooit vinden, deze... Oh, daar zijn ze! Viel best mee. Missie is volbracht. Lila? Johnny? Ha! Ha! Hiya! Hiya!
minuut geleden nog naast ons. Gezien de bewijsstukken zou ik zeggen dat hij weg is gegaan. Nee, 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 nee! Hij heeft mijn kleefsneakers gepikt. Ik zei het al en ik zeg het nog eens. Dat kind is een echte klimmer. Halen jullie Boeboe? Dan haal ik Pex. Maar we moeten toch eerst groot worden? Laat maar zitten, dan maar klein. Kom, we gaan. En dan nu een demonstratie. Die kant op. Kom op, Shani. Wat denk je dat die kleine krabbetjes gaan doen? Jou aanvallen? Wow, het is een glinsterende droom. Deze grot staat van nu af aan op mijn hotlist. Als je het over een ondergrondse operatie hebt. Ik wist niet dat krabben zulke dieven waren. Waar moeten we beginnen? Laten we er maar gewoon inspringen. Woehoe! Zolang ik dicht bij een paar parels kan zijn. Woehoe! Bling, bling! Laila, focus. We moeten de ring vinden. Juist, de ring. Shani, het bloed is uit je gezicht weggetrokken. Die look staat je niet zo goed. Jongens! Nee! Wow! Ik ben oké! Okay. Toen je het over de droom had, bedoelde je toen geen nachtmerrie? Hou vol, Shani. Ik kom naar beneden. Hey, kleine jongen. Die ring moet hier ergens zijn. Wegwezen, krabbemans. Opschieten, Laila. Ik kan ze niet langer tegenhouden. Wacht, volgens mij zie ik hem. Hier ligt hij. Moet je die steen zien? Goed gedaan hoor, meneer Pocket. Oké, okay, Shani? Rocco, mijn droomheld! Precies op tijd voor de ultieme selfie. Wat gaaf om eindelijk je heldin te ontmoeten. Go big! Ik ben je grootste fan, Rocco. Nee, nee. Ik ben je grootste fan. Kapitein? Chill, Shani. Je ziet er goed uit. Jij kunt dit. Zeg gewoon dat je haar dapperheid bewondert, haar leiderschap, haar pilotenskills en... haar verdwijningsmanoeuvres? Waar is ze nou? Neem me niet kwalijk. Ik had een afspraak voor een selfie met kapitein Rocco. Ik weet dat ik een beetje vroeg ben. 39 seconden om precies te zijn. Maar dit is de allerbelangrijkste selfie van mijn leven. Bedankt voor het delen van dat super interessante verhaal. Wat ze bedoelt is, waar is Rocco? Ze heeft even pauze. Nu? Maar hoe lang? Geen idee. Eigenlijk heeft ze pas over een uur pauze of zo. Maak je geen zorgen, Shani. Ze komt zo wel terug. Maar dit is toch vreemd? Kapitein Rocco voert haar werk altijd uit volgens een heel strak schema. Geen wonder dat ze jouw idool is. Dat bedoelde ik als compliment, soort van. Dat is niet waarom ik zo geschrokken ben. Kijk, kapitein Rocco's kostuum is gescheurd. Sporen van een worsteling. Denk je dat iemand haar heeft ontvoerd? Geen idee. Maar we weten dat pas als we haar hebben gevonden. Inderdaad, na onze deelname aan de kostuumwedstrijd. Laila, het gaat hier wel om mijn superheld. Hoe sneller we Rocco vinden, hoe sneller we mee kunnen doen aan die wedstrijd. Ze kan nooit ver weg zijn met al die mensen. We hebben alleen een ander perspectief nodig. Oh, de iGirl-stripboeken. De speciale editie van de vreemde droos der destructie in de ruimte. Dump die boeken, Gwen. Ik ben hier alleen voor de miniaturen voor mijn collectie. En natuurlijk om Polly Pocket gevangen te nemen. Gigi, je hebt het me beloofd. Goed dan. 1 Polly-vrije dag. Tiny Power!
is op hol geslagen en de jacht is begonnen. Kom op, Gwenny. Dit is een ouderwetse wilde elandenjacht. Meiden, jullie volgen mijn medaillon. Ik kom zo. Ik heb normaal een strikt elandenjachtverbod beleid. Misschien moeten we zijn geluid imiteren. Moe, moe, moe. Wat heb je er tegen hem gezegd? Volgens mij zei ik gewoon hallo. Of misschien heb ik zijn moeder beledigd. Hé, meiden! Polly! Blijf me volgen. Ik snij hem af. Kom op, Gwen. Hop, hop. Ik heb mijn opsporingsmethodes bijgewerkt om dat medaillon te pakken te krijgen. Voor het geval mijn GPS uitvalt, mijn telefoon kapot is, jij ziek bent en ik Polly niet per ongeluk tegenkom in de stad. Nu kan ik die eland in mijn slaap blijven volgen. Maar je slaapt nu toch niet, Gigi? Huh? Jullie moeten Grisel afleiden. Ik zorg dat de toppertwister stil wordt gezet. We kunnen nu wel weer tevoorschijn komen. Die vreselijk slecht geklede vrouw is weg. Daar! Je moet de achtbaan nu sluiten. Er zit een schroef los. Ha! De enige met een schroefje los ben jij, meisje. Is dit onderdeel van je plannetje om toch in de achtbaan te kunnen of zo? Nee, ik meen het serieus. De hele achtbaan staat op instorten. Ha, alsof een klein meisje meer kennis van achtbanen heeft dan ik. En nou wegwezen, onderdeurtje, anders ben ik de beveiliging. Waar zijn die ettertjes naartoe? Nee! Jak! Eeuw! Smaakt naar vijver. Modderig. Kom op, oma. Neem nou op. Ik wil dat je Wacky World gaat bellen om te zeggen dat er iets mis is met de achtbaan. Ze geloven mij niet omdat ik te klein... Hij vindt dat ik te klein ben. Maar hij weet nog niet hoe klein ik kan worden. Tiny Power! Daar is het. Rail 64C van kwadrant Q. Oh nee! Hebbes, kleine ratten!